Goedemorgen mannen, na een ijskoude nacht, vandaag 21 maart, liep hij toch nog vanmorgen even af en dat resulteerde in deze mooie schub. Ik ving hem aan de overkant op een hinge stiftrig met een roze pop-upje. Leek er even op dat het niks meer zou worden, maar toch doordat de zon aan de overkant vol erop scheen, leek hij er toch nog wel even zin in te hebben en dat resulteerde in deze prachtige schub. Ik laat deze vissen weer lekker zwemmen en dan vertel ik jullie straks meer over hoe ik deze onderlijn gemaakt heb. En dan zie ik jullie straks. Ik ga jullie meenemen in deze onderlijn hoe ik deze knoop. En dan zou ik zeggen van maak er zelf ook gebruik van, want het is toch echt wel een ideale onderlijn om deze tijd van het jaar in te zetten. Voor mij althans, en ik hoop dat je je eigen voordeel er ook mee kan gaan doen. Dus ik zal jullie daarin meenemen wat ik daarvoor gebruik. Ik heb daar de maat 4 Choddy Hook van Cygnet gebruikt daarvoor. Met een mooie rechte punt. Prikt lekker agressief. Dus ideaal voor deze tijd van jaar voor de vissen die nog wat, ja, weet je, nog niet heel veel energie hebben. Die zwemmen wat langzamer rond allemaal. Dus dan is een snelle prikken voor mij erg gewenst. De plastic bait screws, ook van Cygnet. Dus dit voorjaar allemaal uitgekomen. Dus kijk er zeker een keertje naar. Dan hebben we de ringswiffels met een groot oog eraan. Die hebben we daarvoor nodig. Een beetje putty. En uiteindelijk de stiflink. Hiervoor gebruik ik de 60-honderdste. Dik materiaal. Maar wel lekker stijf, gewoon waardoor het model van de Choddy goed blijft staan. Hiervoor gebruik ik 20 centimeter van. Dan pakken we een haak erbij. Die halen we door het oog heen. Daar hou ik ongeveer een vijftal centimeters hou ik vrij. Dan gebruiken we een knotless knot die je ook gebruikt voor een normale onderlijn. Dan doe ik ongeveer 6 wikkelingen. Dan haal ik die weer via de achterkant van het oog terug naar voren. Trek deze goed aan. Zo creëer je net wat meer ruimte in het oog. Want uiteindelijk moet je dit laatste stukje moet je ook weer terughalen door het oog heen. Deze, om dat wat makkelijker te maken, knip ik dit schuin af. Zo creëer je eigenlijk een puntje en dat glijdt net wat beter door het oog heen. Pakken we een plastic baitscrew. Die rijg je eigenlijk op het hertje. Vervolgens trek ik de onderlijn zelf, trek ik strak tegen de haak aan. Zodat ik meer ruimte creëer om vervolgens dit materiaal weer terug te halen door de achterkant van het oog. Zo, uiteindelijk krijg je een mooie D-vorm. Dan hou ik nog een half centimeter over. Uiteindelijk bescherm je het materiaal een beetje op het moment dat je hem gaat afbranden. Zo creëer je een mooi blopje. Dan trek je het materiaal tegen de haakoog aan. Zelf vind ik het heel fijn om hem een beetje tegen de haaksteel aan te drukken. Zo creëer je toch wel dat het D'tje die je krijgt, dat hij iets naar beneden hangt. En als de haak dan zo staat, dan zal het ringetje altijd naar boven wijzen door de pop-up die eraan hangt. Als we dit gedaan hebben, dan pak ik een ringswiffel. En de ringswiffel die heeft namelijk een groot oog eraan hangen. Zorg altijd dat die naar beneden hangt, want hier hangen we straks weer een boomsectie aan. En die zorgt er eigenlijk voor dat er wat meer bewegingsruimte is. Aan de andere kant hebben we een kleine haakje of een kleine oogje. Daar doen we het onderlijnmateriaal weer doorheen. En dan zorg ik dat ik ongeveer een centimeter of 2 vrij hou. En dan doen we hier nog een knoopje aan maken. Ik gebruik hiervoor ongeveer 2 wikkelingen. Het is dik materiaal, dus meer heeft het niet echt nodig. Dus altijd een beetje priegelen. Maak je de knoop een beetje nat. En dan trek je hem langzaam aan. Het materiaal kan je lekker kort afknippen. En dan bescherm ik het materiaal weer een beetje, zodat ik uiteindelijk het laatste stukje nog een klein beetje af kan branden om jezelf toch dat beetje zekerheid te geven. En dan hou je zo als het ware een choddy over. Om hier vervolgens een hinge stiftrig van te maken, pak ik weer de stiflink. Dit is een water waar ik graag met een stiflink vis. Dus daar pakken we weer een 20 centimeter voor. Hiervoor pak ik het grote oog.
deze knoop ik weer hetzelfde vast. Met een 2-3-tal wikkelingen. Haal hem weer terug door het oogje. Maak het weer een beetje nat. En trek hem weer voorzichtig aan. Vervolgens knip ik deze weer kort af. Hier schuif ik dan een anti-tangle sleeve overheen. Maak ik de lusje aan het uiteinde, die ik vervolgens aan een quick change linkje kan vastmaken. We pakken er een pop-upje bij. Deze draai je vervolgens eenvoudig op de baitscrew. Dan pakken we nog een klein beetje richtpoetie om de pop-up uit te loden. Dit hangt natuurlijk af van het formaat pop-up die je gebruikt. Zelf heb ik hier een 14 mm pop-upje. Zelf vind ik het fijn om de pop-up altijd te overloden. Dat geeft mij zelfvertrouwen, juist dat het een agressieve inhaking heeft. Zal de haak snel naar beneden keren in de onderlip van de vis. Nou jongens, dit is dan mijn favoriete rig in het voorjaar, de Hinge Stiff Rig. Zoals jullie weten en zoals jullie zien gebruik ik hier best wel veel Entekker materialen voor. En zoals we weten is dat nou niet het meest goedkope onderdeel van onze hobby. Signet is nu uitgekomen met een mooie Entekker range, gunstig geprijsd. En om dat eigenlijk een beetje te vieren, hebben we een mooie actie lopen. 5 producten halen, 4 betalen. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. En ik hoop dat jullie nog een paar mooie voorjaarskarpers vangen dit jaar. Succes!